Dat ging gewoon als een raket. Al die dingen zijn uitgekomen en meer. Letterlijk je omzet van 1,6 miljoen naar nul ging. Ja, we gaan het zeker verkopen. Hij verkocht zijn bedrijf en was voor zijn 35ste miljonair. Maar dat bleek niet een garantie voor geluk. Over ondernemen, geld, harde lessen en de allerlekkerste kebab praat ik met Marcel van der Heijden. Welkom bij ZVD-TV. Ja, mensen snappen er nu helemaal niks meer van. Wacht even, dus die hoorde ik nou, de allerlekste kebab. Waar ja. komt dat vandaan? Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Uh, wat ik een prachtige uitspraak vond, leuk dat je er bent. Uh, Dank je. Fijn dat je mijn gast bent. Dat is uh, dat ik ergens in een interview, dat vond ik zo'n prachtig een zinnetje wat je zei. Je zei, ondernemen is net als Instagram. Uh, aan de buitenkant ziet er prachtig uit, maar uh, aan de binnenkant niet altijd. Vertel eens, want laten we beginnen bij het bedrijf wat je hebt opgebouwd en verkocht. Want dat was, laat ik het zo weer, een mooie tijd. Ja, mij. zeker. Vertel. Nou ja, ik ben eigenlijk begonnen als ondernemer in de bureausector. En uh, dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Ik ben ook nog steeds mede-aandeelhouder van, ja. uh, van een bureau. Um, maar ik ben inderdaad in 2010 samen met uh, een van mijn beste vrienden. Een uh, friend of mine begonnen. Uh, en wij waren een van de eerste bureaus die zich helemaal op uh, Facebook uh, uh, ja, wierpen. Ja, ja. Uh, en we hadden natuurlijk daarmee ook onwijs de tijd uh, mee. Want ja, je kan het je bijna niet meer voorstellen, maar wij zijn er echt nog mee begonnen toen Facebook nog niet eens een mobiele app had en nog niet naar de beurs uh, was gegaan. Ja, um, ja en dat, die tijd was gewoon echt een rollercoaster. Uh, we hadden wel wat ervaring, maar om nou te zeggen dat we dat we echt wisten hoe we een bureau moesten bouwen of runnen dat, dat zou echt te veel credits zijn hoe oud was je toen uh, 27 ja, ja. Ja, toen we daarmee begonnen en mijn compagnon Mark die was toen denk ik 29 ja. en we hadden alle twee wel wat ervaring opgedaan maar goed hè, dat dat, uh, dat was nog niet heel veel Het was meer bureau ervaring als ondernemerservaring waarschijnlijk of niet ja, nou, meer bureauervaring. Ja, ja. Dus uh, ik heb op een blauwe maandag nog een keer bij Accenture gewerkt. Ik ben waarschijnlijk een van de kortste werknemers ooit geweest in, hey. in Nederland. Uh, maar goed, uh, we, we hebben ons daar met z'n tweeën opgeworpen. Later is er nog een derde kampioen uh, bijgekomen. Mm -hmm. um, ja, en dat ging gewoon als een raket. En um, uh, we groeiden heel snel. Uh, uh, met z'n tweeën, eigenlijk naar vijftien uh, naar man van 15 naar 25 man. En, en uh, ondertussen gingen we van het ene kantoor naar het uh, andere kantoor. Um, en ook niet onbelangrijk, het was gewoon onwijs uh, leuk. Ja, He, dat, uh, dat. Dat, het was gewoon heel veel plezier ja. uh, hebben met uh, heel veel jonge mensen. We waren zelf ook nog jong, uh, maar onze medewerkers waren ook allemaal rond de 23, uh, ja. uh, 24. Um, en we leerden gewoon, uh, je leerde gewoon heel veel in een hele... Korte, compacte uh, ja. tijd. En ja. dat is, uh, wat leerde je als je nu terugkijkt? Wat zijn dan met name dingen die je toen hebt geleerd? Uh, nou ja, je leerde wel echt ondernemen. Hè? Je leerde ja. de, de basisbeginselen van het ondernemen. Hoe neem je iemand aan? Hoe ontsla je iemand? Uh, wat doe je met uh, een, een klant die uh, moeilijk is? Ja. Of uh, wat, wat als er bij jou zelf iets uh, fout gaat? Hè? Hoe, ja. hoe ga je daar op een goede manier uh, mee om? Ja. Uh, maar ook dingen zoals uh, hoe lees je een balans en uh, ja, ja. Hoe, hoe kunnen we slimmer met ons geld omgaan? Uh, hoe krijgen we mensen zover dat ze eerder gaan betalen? Of, dus je uh... was wel bewust aan het ondernemen, als ik het zo hoor. Ja, we waren, wel, we waren wel bewust aan het ondernemen. Het, het, het ondernemerschap was wel een keuze. Alleen ja. hoe zich dat dan ontwikkelt en welke kant je op gaat, ja, dat, dat weet je nou eenmaal niet als je gaat uh, ja. ondernemen. Ik denk de ambities wel. Dus uh, we hebben ooit nog een keer teruggekeken uh, naar wat we, denk ik, ergens in de eerste drie maanden uh, dat we begonnen. Zaten we in uh, de eerste spaces aan de herengracht. Dat was denk ik. Nou, misschien wel de eerste coworking in Nederland, ik weet ja, het niet, maar ja. het zal ongetwijfeld een van de eerste zijn geweest. Ja. Um, en toen hebben mijn compagnon en ik, die hebben het zo'n soort plaatje van de toekomst gemaakt. Gewoon een uh, kamertje gehuurd en op een whiteboard zijn we met z'n tweeën gaan tekenen van uh, ja, hoe het bedrijf er vijf jaar later uit moest uh, zien. Steven Kofi, begin with the end in mind. En ja, en een, een beetje zo'n uh, write-the-press release-achtig uh, idee. Um, of start with the press release-achtig ja. idee. En uh, nou ja, eigenlijk al die dingen zijn uitgekomen en meer. Um, en, um, uh, en ook nog binnen de termijn. Hè? Want we wilden een plaatje maken over uh, vijf jaar. En uiteindelijk is het bedrijf uh, vier jaar en acht maanden na de start uh, is het verkocht. Vier jaar en acht maanden ja. na de oprichting is het ja. bedrijf verkocht. Want was dat wel het eind. Was dat wel? Het, zat dat wel in dat plaatje, de verkoop? Um. Nou, ik denk destijds nog niet echt zoals dit tegenwoordig over een exit wordt gepraat. Nee, ik wou zeggen want was je je bewust van het speel? Ik weet nog dat en, en, iets langer geleden ik ook ooit een intern bureau heb gehad. Ja. Ik had geen weet van het feit dat bedrijven verkocht werden en de rol van een private equity. Nee, en waren maar, jullie je daar toen de tijd bewust van? Nee, en ik denk uiteindelijk ook in die eerste vijf jaar. Kijk, uiteindelijk in die vijf jaar is er denk ik in Nederland in heel die tijd maar echt één bureau verkocht. Dat was ja. Social Embassy destijds nog een ISO-bar. Ja. Uh, dus het was ook eigenlijk helemaal niet gebruikelijk dat bureaus werden verkocht. Nee. Dat um, is vandaag de dag wel anders. Dat is vandaag de dag zeker Olieke anders. Ga je, ga je vast ook nog iets over vragen? Zeg. Ja. Maar Um, nee, dat, dat was echt anders. En wij zaten ook uh, nu in retrospect. Zaten wij in. Uh, wij hebben het verkocht in het eerste kwartaal van 2016. Yeah. Wij zaten echt helemaal, helemaal, helemaal aan het begin van die buy-and-build-golf. Yeah. Um, maar in die periode werden ook. Ik weet dat wij verkocht uh, werden. En in dezelfde periode van drie maanden werden ook June en Your Social. Wat ook alle twee echt wel concurrenten van ons waren. Uh, die werden ook alle twee uh, verkocht in diezelfde ja. periode van, uh, van drie, uh, drie maanden. Ja. Um, en kijk, uiteindelijk um, stonden wij met een friend of mine samen met Tamtam -tam, uh, en Expam Online ook aan de basis van, uh, van Debt. Dus ja. mede ook aan die bij in Beeldgolf. Uh, maar wij wisten natuurlijk zelf ook nog niet hoe populair of hoe groot die buy and build beweging binnen de bureausector zou worden in uh, ja. in 2016. Ja. Uh, dat is, heeft echt gigantische voorwaarden. Het verrast mij nog steeds. Ik was gisteren uh, ergens in een workshop en toen hoorde ik weer van een groep van ik geloof 300 mensen waar ik nog en denk ik de sector best wel aardig te kennen. Ja. Ik had er nog niet van gehoord en nee. die ook met een dikke buy and build bezig zijn. Ja. Dus het is echt uh, een fenomenale golf ja. die nu aan de gang is. Nou, laten we eens kijken. Want even nog terug naar dat eindplaatje. Hè? Jullie ja. zaten met z'n tweeën in die spaces. Weet je nog wat er op dat eindplaatje toen stond? Zonder dus toch dat je wist wat er allemaal ging gebeuren? Ja, daar stonden dingen op van zoveel werknemers, zoveel miljoenen euro omzet. Deze en deze klanten willen we voorwerken. Ja, ja, Dit dat. soort diensten willen we ontwikkelen. Ja. En uh, ja, dat hebben we wel allemaal uh, hebben we wel allemaal aangetikt. Ja. Want hoe groot waren jullie autonoom op zijn grootst? Als we het hebben over omzet of mensen. Uh, toen we het verkochten, waren we met uh, twee bedrijven, 70 man en uh, om en erbij 10 miljoen euro omzet. Daarvan liep wel een deel media via onze boeken. Dus ik denk echt bureau omzet ongeveer 5 miljoen euro. Ja, okay. aan uren. En wanneer kwam verkoop in beeld? Ja, nou, dat is grappig. Dat is ons echt, dat klinkt een beetje cliché, maar het is ons echt een beetje overkomen. Um, uh, ik ik we hadden ook echt niemand die we konden bellen op dat gebied om advies te vragen. Tegenwoordig is dat wel anders. Dan word ik vaak gebeld als, als ja. mensen hun bureau willen verkopen. Ja. Um, ja, we kregen letterlijk gewoon op een gegeven moment... Uh, we werkten al veel samen met TamTam. -Tam, dus we deden ja. wel projecten met elkaar. Voor duidelijkheid, dat is wat nu... De, even misschien context voor de ja. mensen die de namen niet helemaal kennen. Maar TamTam ja. -Tam was toen de tijd een e groot een bureau. Een van de drie grootste internetbureaus ja. van uh, Nederland. En uh, zij, zij waren echt een internetbureau. Wij waren echt een, een social media slash creatief bureau... Um, en we deden af en toe projecten uh, met elkaar. Een aantal van onze MT-leden kwam ook bij TamTam -Tam vandaan. Dus hey, ja. er, wa er waren wel warme banden. Ja. Um, en we hadden al een keer in 2015 samen met hun en met ExpanderLine ook wel eens gekeken naar, nou, kunnen we misschien een soort van belang in elkaar nemen ja, of ja. aandelen. Um, alleen het grappige is natuurlijk als ondernemers dat onderling gaan doen, dan... Ja, dat wordt toch een lastige discussie, hè? Want iedereen vindt zijn bedrijf veel waard, en hè, de, ja. je moet er adviseurs bijhalen. Ja. En het grappige is, als er gewoon een private equity club is, die gewoon iedereen opkoopt, eh, en je ja, eigenlijk bij wijze van spreken tot elkaar eh, veroordeeld wordt, of ieder, hè, er is gewoon één eigenaar die al het ja. belang heeft. Met een groter plan. Met een groter plan. Ja, ja dan worden dat soort gesprekken natuurlijk ook wel een stuk uh, makkelijker. Dus, tam Tamtam was de, het allereerste bureau wat werd overgenomen. Uh, daarna expand online en ja, wij kregen op een gegeven moment gewoon een mailtje. Van uh, dat, we, dat weet ik nog wel dat er um, in de CC uh, een naam stond die ik niet kende, met ook een domeinnaam daarachter die ik niet kende: Waterland. En ik moest, Och, ik ook moest, meteen Waterland ook. Het, het was ook meteen Waterland. Hm. En het grappige was omdat wij toen een uh, project samen met Tam Tam deden voor Waternet, het waterbedrijf hier. Ja, maakte ik de fout dat ik dacht, oh, dat is weer een, een waterbedrijf waar we mee gaan. Uh, dus ik, toen moest ik ze even googlen. En toen dacht ik, oh nee, dit Wacht is wel even. echt een heel ander type bedrijf. Best een groot uh, private equity bedrijf. Best een groot private equity bedrijf. En uh, ik wist op dat moment ook eigenlijk heel weinig van... Van die wereld. Van die wereld. Um, en uh, ja, toen ben ik uh, een keer gaan lunchen met uh, Dimi, wat uh, toen, destijds de managing director van TamTam -Tam was en nu de, uh, de CEO van, uh, van Debt. Um, ja, en zijn we eigenlijk dat traject uh, ingegaan. Hoe lang heeft dat geduurd? Nou, stiekem nog best wel lang. Uh, ik denk dat we uiteindelijk wel acht maanden bezig zijn uh, geweest. We hebben ook halverwege wel een keer dat ja, het gewoon trager ging... of dat wij er ook wel over hebben nagedacht om gewoon het uh, traject af te kappen... omdat we dachten, nou, misschien zijn we er toch nog niet, uh, nog niet klaar voor. Ja. Uh, dus uiteindelijk heeft dat hele traject nog best wel veel tijd uh, gekost. Wat zijn de lessen als ondernemer als je terugkijkt uh, die je daaruit uh, hebt gehaald? Oeh. Nou, ik, he, ik heb er meerdere lessen uit uh, uh, gehaald. Ik denk mijn aller... mijn belangrijkste les als um, uh, ondernemer uh, was eigenlijk uh, ja, verkoop niet te vroeg. He, dus uh, wat ik daarmee bedoel, het is altijd lastig om het juiste moment te, te bepalen om je bedrijf te verkopen. He, ik denk dat als ondernemer is het feit dat iemand je bedrijf wil kopen, is het Wellicht het allergrootste compliment wat je kan, uh, kan krijgen. Um, en wij waren, ja, wat ik zei, we waren echt pas net vijf jaar bezig. Groeide lekker door. hadden echt een mooie kl uh, klantenportfolio. Echt een fantastisch leuk team. Uh, en ook gewoon als ondernemers en als, uh, he, ja, als ondernemers en ook met onze NT-leden. We hadden gewoon echt een hele leuke club mensen. En um, ik denk dat. In retrospect, als ik nu mensen zelf ook adviseer over de verkoop van hun bedrijf... en, en heel veel daarvan zijn ook bureaus... dan zeg ik ook altijd, vijf jaar is te vroeg en vijftien jaar is te laat. Dus het optimum zal wel ergens uh, zeg maar rond de tien jaar liggen. Want je ziet toch dat bureau-ondernemers die al vijftien jaar in hun bureau zitten... Ja, die zijn ook wel een beetje klaar of verveeld of toe aan iets nieuws. Of die ja. voelen zich soms ook vaak gevangen... Mm -hmm. In het bureau. Mm -hmm. um, maar als je pas vier of vijf jaar aan het ondernemen bent, dan, dan ben je eigenlijk net die, die moeilijke jaren door. En, ja. en je, je snapt dan eigenlijk nog onvoldoende hoeveel waarde er in je bedrijf zit. Of, en misschien ook nog hoeveel plezier er in je bedrijf ja. zit. Ja, en uit te bouwen waarde misschien nog wel. Ja, Wat ja. heb je te vroeg verkocht? Als je puur zakelijk kijkt als je had gewacht en je was nog vijf jaar doorgegaan? Als we nu kijken naar de markt, ja, als het toen Nee, nee, open... nee ik, ik heb het te, vro te vroeg verkocht zakelijk, maar ik heb het ook te vroeg verkocht uh, privé. Dus ik, ik, ja. had nog te veel, ik had nog te veel energie uh, in me. Uh, ja. Ik was 32 toen we het verkochten. Ja. En ik had gewoon nog te veel energie en zin om te knallen. Ja. Eh, om eigenlijk al onderdeel te worden van een wat groter bedrijf met natuurlijk strengere regels. Een private equity partij erboven. Maandrapportages en dat soort zaken. ja Even, de, want daar zo meteen wat meer over. Want ik wou zeggen van, hè, dan, dan zou je zo'n nieuwe constructie juist nog harder kunnen knallen, zou je zeggen. Ja. Dat, hè, dat hoor je ook wel eens, dat dat de beloftes zijn. Uh, hoe was het om, want ik zeg natuurlijk heel uh, stoer met de intro van voor zijn 35e was je miljonair, nou dat was je ook. Ja. of ze nou een of tien zijn, weet ik niet. Zullen er in tientallen zijn geweest als ik heel snel ik wil, reken. Ik bedoel niet genoeg dat ik op een boot in Italië kom. Precies, reken. als ik kijk naar had bureau, ik ook nog geen zin in, maar ja, ik ken nee. de wereld een beetje. Dus als ik naar je netto bureau omzet, kijk en naar de, de waardering voor, voor vijf jaar was het een aardig rendement. Ik wou zeggen ja. Uh, dus je moest wel door. Maar hoe is het om dan toch redelijk. Uh, uh, nou ja, laat ik zo zeggen. Toch best wel vermogend te zijn. Al op zo'n jonge leeftijd. Nadat je nog geen vijf jaar geleden. Een bureau had gestart. Hoe, hoe is dat? Oeh. Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, nou nee, ja, wat ik al zei. Het is natuurlijk het ultieme compliment. En uh, je kan opeens een hele hoop dingen. die je daarvoor uh, niet, uh, niet kon. Maar het heeft me denk ik ook wel. Um, ik, ik ben niet iemand die er hele gekke dingen uh, van heeft gedaan. Dus ik, ik heb het horloge gekocht wat ik heel graag wilde. En ik weet nog wel, het eerste wat ik heb gedaan. Ik heb toen mijn hele familie meegenomen op vakantie. Uh, want die vijf jaar dat wij zeg maar van twee naar ongeveer 70 man groeiden. waren wel echt tropenjaren. Ja. En ik heb het ook echt wel eens gehad dat ik echt bijvoorbeeld bij het kerstdiner half in slaap viel. omdat ik gewoon zo afgedraaid was van het jaar. Dus ik heb mijn hele familie meegenomen op vakantie. Een groot huis gehuurd gewoon om uh, nou, gewoon iedereen te, om te bedanken vieren, dat, ja. en te, gewoon te vieren. Um, het grappige is wel, is dat op het moment dat er zoiets gebeurt, dan weten mensen je opeens donders goed te vinden. <laughs> uh, dus je krijgt echt het ene na het andere pitchcheck in je mail. Mensen willen opeens je advies over van alles en nog wat. En, uh, en, en ook niet onbelangrijk. Uh, dat is misschien denk ik wel de allermooiste anekdote... Uh, ik was gewoon zo iemand, ik ben gewoon gelijk vanuit mijn studie eigenlijk bijna direct gaan ondernemen. Dus ik had gewoon nog een studentenrekening. En dat was gewoon prima. En dus als ik inlogde bij de Rabobank, dan zag ik gewoon zo'n zo jongstel uh, op de grond zitten tussen de verhuisdozen. <laughs> en dat dat was dingen. je profiel. Dat was gewoon mijn profiel. En ineens en, er kwam er geld op die rekening te staan. En ik weet nog, de dag dat het gestort werd. Ja, dat is heel cliché, maar je gaat natuurlijk toch een screenshot nemen, want je ja. dacht... Weet je, dit, moet ik gewoon, dit, dit moet ik gewoon vastleggen. Ja. En ik weet nog dat ik naar de website van de Rabobank ging om dat te doen. En ik opende die site. En opeens was er een extra tapje bijgekomen rechtsboven. Maar dat had ik niet gelijk door. En opeens staarde zo'n zo'n man met van dat zilvergrijze haar die, die over... Die persoonlijke accountmanager? Die, die over, of, nee, die hing bij zo'n katamaran die staarde me opeens aan vanaf het beeldscherm. Maar dat was een 50-plusser waarschijnlijk. Ja, en toen dacht ik echt bij mezelf, oh, shit. Hey, dit heb ik nog niet eerder gezien. Dus nou, ja. toen al personalisatie in het de design van de Rabo-site Ja, dus uh, ja. De, 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 qua de personalisatietechniek zat het ja. daar wel goed aan de hand van het saldo op je reden. Alleen ze hadden moeten koppelen aan je geboortedatum misschien, en daar het plaatje dan nog even moeten aanpassen. Ja, 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 Grappig. Dus, uh, nou nee, ja, dat, dat was wel een rare gewaarwording. <laughs> um, maar ik denk wat, wat ik er met name um, van heb geleerd is dus, kijk, bij een verkoop, er zit, er zit ongelooflijk veel waarde in een bedrijf. Hè? Ah. Ook al um, uh, converteert zich dat niet altijd op dat moment in uh, dat je elke maand een enorm dividend ervan uit kan trekken. Maar je bouwt ja. natuurlijk als ondernemer altijd heel veel waarde uh, op in je bedrijf. Ja. Um, en wat ik me heel erg realiseerde na de verkoop is dat je je trekt die waarde er in één keer uit. En je zet het op een bankrekening. Ja. Maar um, op dat moment, ja, het is gewoon dood geld. Hè? Dus het staat daar. En uh, als, als ondernemer ben je toch onrustig. Dus ga je ook denken: ja, wat moet ik ermee doen? Nou, en dan zie je natuurlijk toch wat vaak mensen uh, gaan doen: is het in start-ups investeren of in vastgoed of uh, uh, nog allerlei crypto's. Nou, die waren er toen nog iets minder, maar mm. hey, nou ja, met... was je er toen maar in gestapt? Ja, nee. nou, nou, ik heb er nog wel wat gekocht. Maar ja, ja. Hey, de, 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 je ziet wel dat mensen het eigenlijk in allerlei dingen gaan investeren. Want je wil niet dat je, um, dat je geld daar niks aan het doen is. Daar ben je ja. dan te veel ondernemer voor. Ja. Um, en ik heb ook wel ondernemers gezien die dus weer nieuwe ideeën 100% zelf gingen financieren. Mm -hmm. Uh, en eigenlijk al het geld wat ze met het ene bedrijf hadden um, uh, verdiend... eigenlijk allemaal weer, nou niet over de balk gooiden... maar verspilden weer met een, een ander geweldig idee wat ze hebben. En dat is natuurlijk altijd wel het gevaar. Ja. Is dat je, uh, doordat je geld hebt waarmee je iets kan financieren... ook weer allerlei andere dingen gaat uh, ja. financieren. Wat, niet, wat geen garantie is voor su succes. Wat niet altijd een verleden. garantie is voor nee. succes. Nee. Want in jouw situatie, uh, even technisch de deal... Uh, jullie hebben verkocht aan die Private Equity Cup. Ja. Heb je je toen weer ingekocht zeker. In, uh, in Debt ja. uh, als, als oude aandeelhouder. Ja. Uh, dus je had nog skin in de game in dat nieuwe uh, construct. Ik, ja, we hadden, ik had aanzienlijke skin in de game. Dus wij mochten, wij, wij, omdat we een van de eerste bureaus waren, mochten we ook uh, significant konden we onszelf weer inkopen. Maar toen was het nog niet zo groot als nu. Toen was het zeker nog niet zo groot als nu. En uiteindelijk zie je dat natuurlijk bij heel veel van die buy in build uh, constructies als je een van de eerste ondernemers bent, if, you, if you're first or second to the party, dan is het echt heel leuk. Maar al ben je nummer 24 of nummer 25 bij een bij in beeld, ja, dan is het wel al een stuk minder interessant. Mm -hmm. niet, niet eens omdat je hiervoor minder mag inkopen, maar ook omdat natuurlijk uh, hè, al die bij in beeld, ja, het, het worden de bureaus waar je eigenlijk vroeger tegen vocht. He, dus er gaat ook veel meer politiek spelen. Het gaat veel meer om welke positie weet je voor jezelf te verwerven. Uh, de, wat, wat ga je doen? Uh, dan ga je, dan krijg je een managementrol? Krijg je meer een soort van vrije rol? He, wat je ook vaak uh, uh, hoort. Uh, of um, iets ertussenin. Dus dat soort dingen worden dan opeens ook uh, heel erg belangrijk. Het zijn overigens allemaal geen dingen waar ik op dat moment bij stil stond. Hè? Want ja, goed, nogmaals, we hadden niemand aan wie we het konden vragen... of bij wie we dit een beetje af konden, uh, af konden kijken. Dus uh, tent verkocht, uh, nieuwe shares in de debtconstructie. constructie ja. Wat werd je functie daarbinnen? Uh, ik ben commercieel directeur uiteraard. Dus worden. ik ben samen met de originele oprichters Paul en Bart. Um, de Boris Manuel. Die ja, Tam Tamman is ook. nou wel, en um, Robert van uh, Expand Online. Die is uiteindelijk de CFO geworden. Jij bent, uh, ja, uh, Dimi was toen managing director, ik commercieel directeur. Um, en kijk, wat dat betreft, ik had ooit nog een keer de ambitie om een MBA te gaan doen. Oh ja, uh, he, dat, heeft... dat, 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 dat leek me toen, uh, ergens leek me dat gewoon heel gaaf om ja. nog een keer naar Harvard uh, te gaan. Uh, zelfs nog eens een keer serieus naar gekeken van nou wat kost dat dan en uh, ja. werken we allemaal wat, maar uiteindelijk is is Dept wel een beetje mijn MBA uh, geweest ja. toen wij met TamTam -Tam, um, en ja toen met Tam -Tam en Expand Online, friend of mine en dan Second Degree uh, dat was het tweede bureau wat wij hadden samen met Martine Meijburg een van mijn compions, die is ook ja. meegegaan um, met die bureaus uh, met die vier bureaus samen hadden wij begin 2016 ongeveer 300 medewerkers en ongeveer 25 miljoen euro omzet. Um, en waren we eigenlijk natuurlijk alleen maar actief in Nederland. Um, Depp nu? Uh, nou, Depp nu heeft 4500 man en is actief in nou ja, de, de, een groot deel van Europa en, uh, en Noord-Amerika en inmiddels ook in Azië. Hmm. En toen ik wegging uh, eigenlijk bij de verkoop aan Carlisle, toen hadden we ongeveer 1500 medewerkers in 10 landen. Want je bent er nu uit. Ik ben eruit ja sinds uh, eind 2019 al. Oh, okay. ja. Want hoe was die periode van die, die, die paar jaar binnen Debt? Uh, leerzaam, enerverend en soms ook uh, slopend. Uh, dus het, het, ik kan hem grofweg in drie delen ophakken. Uh, op uh, het eerste jaar ben je na die verkoop ben je eigenlijk alleen maar aan het uh, integreren. He, dus je bent, uh, uh, iedereen heeft nog zijn eigen naam. We waren natuurlijk nog onwijs veel aan het uitzoeken. Want uh, ja, behalve Dept en MediaMonks, uh, niemand was hiermee bezig. Nee. Uh, zelfs MediaMonks is zelfs nog later verkocht dan, uh, dan dat Dept is uh, opgericht. Dus he, je bent samen met, uh, uh, samen met uh, de jongens van Waterland, uh, waar we overigens fantastisch mee hebben samengewerkt. Ook mm -hmm. echt, uh, echt veel van hun geleerd. Um, ja, ben je gewoon aan het uitzoeken hoe je zo'n bureau moet smeden van allemaal van hè, losse delen. Um, dat, en dat klinkt nog wel als leuk. Ja, het dat, 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 dat was zeker ook wel een leuke en leerzame, uh, leuke en leerzame periode. Um, uh, maar goed, die, uh, dat is voor, was voor mij natuurlijk heel interessant en uh, leuk. Maar tegelijkertijd ben je ook uh, je eigen bureau aan het uh, nog aan het managen. En je hebt mensen die misschien... Teleurgesteld zijn of er andere gedachten over uh, hadden. Ja, ja. Uh, ik vond het zelf bijvoorbeeld, op een gegeven moment kom je natuurlijk bij het punt dat we uh, alle bureaus uh, de namen gingen um, uh, weggingen halen. Dat het allemaal dead. Uh, en dat we allemaal naar dept zouden gaan. Dat is toch je kindje. En, ja, en kijk, strategisch uh, snapte ik het helemaal. En, en stond ik daar ook wel achter. Want als op een gegeven moment, toen wij, uh, volgens mij hebben we dat gedaan, toen we dertien of veertien bureaus hadden. en Zeker ik in, in mijn commerciële rol, ik deed natuurlijk heel veel pitches en introducties. En soms zat ik bij een klant en dan had ik een slide met veertien logo's erop. Ik zei, nou, die doet dit en die doet dit en die doet dit en die doet dit. Ja, dat is niet houdbaar. Nee. Uh, en toen hebben we er echt voor gekozen om naar OneDeb te gaan. En ook al um, maakte ik zelf onderdeel uit van het team die die hele transitie aan het voorbereiden was... en stond ik er ook achter, het uh, deed mij persoonlijk... En, Daarmee ook mijn ego en mijn identiteit. Natuurlijk wel onwijs veel pijn dat mijn kindje weg, uh, wegging en uh, verdween. Uh, en op een gegeven moment gingen we ook. Uh, we hadden bijvoorbeeld als onderdeel van The Friend of Mine. een derde was uh, social advertising. Ja, en die mensen die waren natuurlijk. dat, dat, dat was echt, echt een hechte groep uh, mensen. Alleen ja, we hadden ook uh, ervoor gekozen om dept functioneel in te richten. Dus we hadden een, een team dat heette Brand and Advertising. Nou, dat, dat, dat werd mijn oude team. Uh, maar we hadden ook een team Digital Marketing. En daar hebben we uiteindelijk van alle bureaus uh, de mensen die zich bezig hielden met social advertising, met search engine marketing. Ja, die hebben we allemaal daarin verenigd. Maar dat betekent ook wel dat ik ongeveer een derde uit mijn oude club moest snijden en moest verhuizen naar uh, en letterlijk aan iemand anders moest geven van hier zorg je er goed voor ja. of hey, we we zorgen ja. er samen goed voor maar zorg ja. je er goed voor en uh, dat dat vond ik destijds wel echt lastige beslissingen als als mens als persoon. Jij werd er niet blij van ook, begrepen, ik, hè, in die periode. Dus het is uiteindelijk wel een soort van dat je echt wel ja, dat, dat niet kwam, helemaal lekker ging meer. Dat, dat kwam uiteindelijk wel echt in het derde jaar. Dus het eerste jaar was echt, ben, je, ben je gewoon heel druk bezig met, um, met integreren. Het tweede jaar stabiliseerde uh, eigenlijk alles wel. Um, en het derde jaar was eigenlijk het moment dat... Um, ja, toen begonnen ook de eerste mensen te vertrekken van het oude team. Um, uh, de, mijn creative director, met wie ik heel fijn samenwerkt, uh, uh, die vertrok. Um, ik merkte ook dat wel echt mijn ondernemerschap minder werd. He, dus wat ik daarmee bedoelde is dat je toch um, uh, dingen waar ik... Li me liever op zou willen focussen, ja. maar dat ik dan toch um, ergens uh, een, een sales bootcamp bij een van onze kantoren in uh, Dublin aan het geven was, uh, terwijl ik misschien liever een pitch uh, in uh, Duitsland bij een klant had uh, gedaan. Um, ja, en je merkte natuurlijk wel dat hoe groter je wordt als bij in beeld, en dat is ook logisch, hoe meer controle er van uh, de banken, vanuit de private equity, ook op het financiële rijden ja. en zeilen natuurlijk, ja. uh, uh, komt. En ik was gewoon gewend om echt deeltjes te maken. Ja. Dus ja, ik, ik, ik begon dat wel lastig te vinden. Je liep eigenlijk met je persoonlijkheid zo, een soort van uitzink met. Waar het bedrijf naartoe evolueerde is dat. Ja. Het? Nou, en da daarom had het daarom had het me denk ik ook beter gepast om het vijf jaar later te verkopen. Ik ben nu 40. En uh, ik durf wel te stellen dat ik was op mijn, zeker op mijn 34ste, 35ste. Gewoon echt nog. Ik was te onrustig. Ja. Um, en mijn ego kon dat op dat moment echt eigenlijk allemaal niet aan. Ja. Dus, uh, en we komen zo meteen op die kebab, Want er zitten ja. nu mensen te kijken ik denken, hey, super interessant verhaal. Maar in het begin had je iets over kebab... Dus daar gaan we het ja, ook over hebben. Zeker. Absoluut. Uh, maar dat resulteerde uit... Mag ik het een burn-out noemen of zoiets? Of, 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 want je bent er uiteindelijk ook even uitgegaan, toch? Ja, ik ben er zeker even uitgegaan. Ja, de, de, ik, ik vind het lastig om te zeggen wat het nou was. Misschien was het een combinatie tussen een burn-out en een bore-out. Ja, ja. ja, dus ik, ik denk uiteindelijk de... Uh, nou, nee, ik, 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 ik kan wel zeggen wat het was. Je, je, je leest wel eens in van die interviews met van die topsporters... dat ze dan... Die kunnen ook niet cold turkey stoppen. Want als je gewend bent om op zo'n hoog tempo en op, op zo'n hoog um, niveau zeg maar, te sporten. en je stopt opeens met sporten. Ja, dan krijg je lichaam een enorme opdonder. En ik denk dat bij mij een beetje hetzelfde ge gebeurde. Want net wat ik zei, die, die vijf jaar. Uh, dat we met een Friend of Mine van 2 naar 70 gingen. was echt beuken. Ja. En toen gingen we nou, bij dept van ongeveer. Uh, zeg maar 300 naar 1500 man. Nou, dat was nog even de acceleratie erop. En ik, was echt ik zat echt in een cadans. He, de, de wielrenners kennen dat wel. Als je in zo'n cadans zit en je bent gewoon lekker aan het, uh, aan het fietsen, ja, er, er is niks lekkerder dan dat. En Wij zaten echt in zo'n zo zo enorme sneltreinvaart, echt in zo'n cadans. Zat had ik gewoon acht jaar lang. Um, en toen heb ik een sabbatical ge genomen en ik was ook gewend, ja, ik had gewoon, uh, toen ik nog zelfstandig ondernemer was, al een heel groot team. Bij Dept werd dat team nog groter. En ik kwam terug van die, um, van die vier maanden sabbatical. En ik zat thuis en ja, ik was nog wel de ondernemer in het gevoel, maar geen bedrijf meer, geen mensen, geen klanten. En ik kon daar als persoon heel slecht mee omgaan. Ik denk. Een je kan het een beetje vergelijken als een, uh, een voetbalteam uh, of een coach zonder voetbalteam ja. en een kapitein zonder schip. Nou, een ondernemer zonder een bedrijf is denk ik een van de, uh, van de allerergste dingen die. Want het voelde, uh, er Dept voelde niet meer als jouw bedrijf. Nee ja, ik was er ook echt gewoon letterlijk uit. Hè. Ik had ja. mijn aandelen verkocht, afscheidsfeesten uh, okay, dus dat, uh, en gehad. En, daarna en, en er was vier op een... maanden op reis gegaan. Ja, dus ja, 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 ja. Uh, Nee, ik was ook wel echt weg. Dus je hebt je, was, die, wat, was dat ook de planning dat je zo lang binnen Dept zou blijven? Um, ja, ik denk dat kijk, uiteindelijk, ik denk als je tekent, is dat altijd de planning. De realiteit is natuurlijk. En dat, dat zal jij denk ik ook uh, om je heen wel zien, is dat uiteindelijk heel veel bureau ondernemers, nadat ze hun bureau hebben verkocht, binnen die drie jaar teleurgesteld vertrekken. Ja. He, dus dat, dat is denk ik ook een beetje de aard van het beestje. En ik heb nadat dat ik wat ik zei, hè, wij waren misschien ook een van de eerste die uh, verkocht, maar ik had ook niet echt ondernemers om me heen die al een keer hun bedrijf hadden verkocht. En Kijk, als je uiteindelijk met heel veel ondernemers gaat praten, dan kom je er ook achter dat heel veel eigenlijk hier wel doorheen zijn gegaan. Ja, en ja. iedereen ja, formeert het weer in andere termen, maar ja. iedereen heeft het ook wel over een soort van verlies van zingeving of een soort van... Um, ja, een soort van vallei waar je weer doorheen moet. En aan de andere kant kom je er weer uit... dat je denkt van, oké, ik heb er weer zin in. Maar iedereen maakt het in grote of kleine mate wel, denk ik, mee. Heb je in die exit vanuit toen je bij Depp wegging... heb je toen nog een keer gecashed? Ja, toen heb ik nog wel een stukje gecashed, ja. Hoe lang heeft dat, zeg maar, het dal van die vallei... hoe lang heb je erin gehangen? Oeh, nou, het diepste punt wel echt een half jaar. Dat ik echt gewoon... Ja, ik heb wel echt een keer een moment gehad dat ik echt gewoon achter mijn computer zat en waar ik gewoon voorheen gewend was om, nou, bij wijze van spreken, drie keer per dag een presentatie te geven en, en een presentatie te bouwen. Dat ik echt gewoon twee uur achter mijn scherm naar één keynote slide zat te staren en dat echt de tranen, bij wijze van spreken, over mijn gezicht heen. Bij wijze van spreken of gewoon? Uit echt. frustratie en dat, dat ik gewoon niet meer wist wat ik op die slide moest zetten. Gewoon dat het gewoon niet meer uit mijn, uit mijn, uit mijn vingers kwam terwijl ik voorheen... Echt gewoon uh, keynote open klikte en, uh, en begon, uh, ja. begon. En ja. dan kwam er altijd wel wat op die slides. En toen kwam er niks. Nee, en toen kwam er echt even helemaal niks. En uh, nou, ik denk dat uh, weer een beetje de, de sportmetafoor. Maar ik kan me voorstellen dat als je een topvoetballer bent en, en, je, zit, en je bent lekker aan het voetballen. En je krijgt opeens een knieblessure. Uh, waardoor je zes maanden lang uh, op de bank zit en je moet al je teamgenoten. Uh, Zie je lekker scoren. Ik denk wel dat dat een beetje dat gevoel is. Ja. Nee, dat, ja, ja. Uh, en nou. hoe ben je eruit geklommen? Um, hoe ben ik eruit gekomen? Nou ja, dat, dat is misschien denk ik wel een beetje het, um, uh, het bruggetje naar Karma Kebab. Destijds Karma Swarma. Ik, um, uh, op dat moment besloot ik, uh, ik ga even helemaal niks meer doen met uh, bureaus. Ik was het ook even uh, helemaal uh, zat. En mm -hmm. uh, ik dacht, ik, ik, ik moet even iets anders doen. Uh, even, uh, en uh, ja, ik ben. Uh, ik heb vrij weinig geduld. Dus uh, op een gegeven moment, uh, ja, niks doen. Daar was ik vrij snel doorheen. En dat bedoel ik: een rondje lopen, een bakje koffie drinken met iedereen. En, uh, en een keer een dagje naar het strand toe gaan. Dat had ik wel snel uh, gezien. Mm. Um, en toen ben ik eigenlijk. Um, in 2018, dat was nog net voor mijn vertrek. Toen. Stond ik op Lowlands, deden we een project voor de Rabobank. Uh, voor uh, de brasserie 2050 eten. Dat was een soort duurzame brasserie... over wat wij in Nederland gaan eten als het 2050 is. Um, en toen heb ik zelf daar s'nachts een broodje Karma Swarma, heet het, gegeten. En um, uh, ik kende toevallig degene die die brasserie um, uh, uh, had bedacht. Dat is inmiddels mijn huidige businesspartner. Ja. Um, en toen um, heb ik haar eigenlijk uh, twee dagen later gebeld en toen zei ik, nou ik heb zo'n broodje Karmars Pharma op. Heb jij de contactgegevens van de persoon die dat, uh, die dat maakt? Want uh, ja, ik zie daar uh, als reclameman wel wat. Uh, Want het in. was heel lekker. Het was een heerlijk product. Ik kon bijna niet geloven dat het geen vlees was. Uh, en uh, ja, ik vond de naam gewoon fantastisch. Ik weet er ook nog, stond zo'n grote lichtbak daar op Lowlands... Low met rode letters, Karmars Pharma. En uh, ik dacht, nou ja, de, hier kan ik misschien wel wat, uh, ja, wat mee. Ja. Uh, maar goed, door mijn afscheid bij Dept, mijn sabbatical. Uh, heb ik eigenlijk nooit meer dat mailtje. Uh, of uh, nou, ik heb nog wel dat mailtje naar die ondernemer gestuurd. Toen hadden we afgesproken om een bakje koffie te gaan doen. Maar dat is er eigenlijk door van allerlei dingen niet meer uh, uh, van gekomen. En in die zomer, dat ik dus eigenlijk een beetje op mijn dieptepunt zat. En ja toch dacht van ja ik moet iets anders gaan doen of uh, toen uh, liep ik op uh, de Next Web ja. uh, en toen zag ik iemand uh, lopen met een trui met karma Swarma erop. Toen ben ik naar hem toe gerend en heb ik hem op zijn schouder getikt Toen zei ik nou ben jij toevallig Pascal? En toen zei hij, ja dat ben ik. Ik zei nou ja ik heb jou ooit acht maanden geleden een keer een mailtje gestuurd. Ik weet niet of je het je nog herinnert, maar wij zouden nog een keer een, een bakje koffie gaan doen. Natuurlijk. Ze zeiden ja nee dat kan ik me inderdaad nog herinneren. Um, en dat bakje koffie dat zijn we inderdaad ook gaan, uh, gaan doen. Um, ja. En uh, ja, het bedrijf op dat moment was letterlijk nog gewoon een foodtruck en een chef. En nu? Uh, nu inmiddels is het een bedrijf uh, met uh, drie compagnons. Uh, we hebben het uh, hernoemd naar Karma Kebab. Waarom? Um, uh, enerzijds omdat we internationaal gingen. En shawarma, zoals wij Nederlanders het schrijven... dat is echt puur Nederlands. Ja. Internationaal is het shahawarma. Maar ja. we wil achter de potentie van de kebab ook groter dan. Waar, de, uh, waarom even tussendoor? Want jij zegt, dat vind ik wel interessant, even inhoudelijk. Ja. Als, re als reclame en kopie, ja. uh, ja, las ergens. Je zei ja, uh, uh, vleesvervangers die zijn vaak niet te hakken. Nee. Jouw woorden. Hè? Dus als je jezelf vleesvervanger noemt, dan sta je al 1-0 achter. Ja. Waarom noem je het dan naar vlees? Waarom noem je het dan kebab? Waarom noem je het niet iets nieuws? Nou, het grappige is, er staat nergens geschreven... dat kebab van vlees gemaakt moet worden. Oh. Kebab is gewoon een snijwijze. Ah, net zoals shawarma dat ook eigenlijk is. Kijk eens. Dat is wel anders met een, bijvoorbeeld een hamburger of ja, kip. Of, of, ja, dus ja, stukjes vegetarische kip, denk ja, ik. Want er, er zijn hier petities over ingediend bij de Europese Unie... om, ja. om, om he, het, het vega-burgerverbod. Nou ja, ik weet dat, dat, dat vegetarische dus slager daar heel ja, veel mee heeft dat, gehad. Dat, dan dat dan is moest er uiteindelijk uh, niet gekomen. Ja. Bij kebab ligt dat net anders. Nee, ik denk ook, je moet een... Een, uh, een, een verschil maken eigenlijk tussen vleesvervangers en vleesopvolgers. Ja. Um, en daarbinnen, ik ben ook niet fan van alle vleesvervangers... want ik geloof dat daar eigenlijk alleen maar een rol uh, weg is gelegd... voor wat ik dan soul food of street food noem. Uh, dus uiteindelijk, uh, ik heb zelf ook geïnvesteerd. Eigenlijk was ik de originele investeerder in, uh, in Karma Swarm of Karma Kebab... En op het moment dat ik er zelf ben ingestapt en toen ben ik mede-eigenaar geworden. Dus Pascal, mijn compagnon, die, die had er toen al nou, bijna anderhalf jaar uh, op zitten. Die had al uh, de naam natuurlijk. Uh, die had al veertig uh, festivals gedaan. Dus hij had het product ook ontwikkeld. Dus hij heeft dat allemaal ingebracht. Uh, ik heb vervolgens kapitaal uh, ingebracht en ook mijn netwerk. En we zijn eigenlijk met z'n twee verder gegaan. Dat was begin de, 2020. Begin 2020, wanneer ja. precies? Uh, dat is in uh, januari 2020. Dus... Wat, is, wat is het effect op corona geweest voor jullie? Ja, ja corona. En uh, dan, dan kom ik eigenlijk denk ik misschien bij uh, een van je eerdere punten over... Uh, dat ik zei dat uh, ondernemen er aan de buitenkant soms mooier uitziet... Uh, ja. dat net like, Instagram, like Instagram is. Het yeah. like Instagram. Um, Nee, ik denk dat de coronajaren en het opstarten van Karma Kebab dat waren tegelijkertijd twee van de meest zware, maar ook wel twee van de meest leerzame jaren als ondernemer mede door corona. Dus op het moment zelf denk ik kon ik het niet zo zien. Achteraf ben ik er misschien is corona voor ons misschien best wel een blessing in the skies geweest. Um, maar bij um, begin um, januari, uh, toen ben ik dus ingestapt, nieuwe BV opgericht, mede-aandeelhouder uh, geworden. Um, en toen hebben we in januari uh, vier foodtrucks gekocht. Uh, omdat wij, uh, nou we kregen op dat moment zoveel aanvragen. We hadden net uh, de Horecava Innovation Award uh, gewonnen. Uh, allerlei grote partijen van um, Laplace tot en met um, de foodservice van Ikea wilden met ons uh, praten. Um, we hadden een hele trits aan festivals. Dus we zouden dat jaar uh, in 2019 had Pascal in zijn eentje 40 festivals gedaan. En wij zouden er alleen al in uh, 2020 zouden wij er ongeveer 120 uh, gaan doen. Dus wij waren echt als een malle aan het uh, opschalen. Um, ja, en toen. Um, ik zou ook <laughs> nooit meer vergeten dat uh, wij hadden de maandag. Na dat, Mark Rutte zijn persconferentie aan, of na dat Mark Rutte zijn persconferentie had gehad op zondagavond... zouden wij onze horeca-introductie hebben. Dus die hebben we ook maar uitgesteld. Want ja, goed, de horeca ging natuurlijk gewoon dicht. Maar ook onze... Nou, ik denk, wij zouden ongeveer op die 120 festivals zo'n 1,6 miljoen euro gaan omzetten het eerste jaar. Dat was de business case. De en daarbovenop nog horeca-verkoop gaan, uh, gaan doen. Ja, ja en dat, dat, dat verdampt letterlijk van de ene uh, op de andere dag. En ja. ik had als ondernemer, nou, uh, ik had tien jaar lang alleen maar uh, succes en groei, uh, uh, groei gehad. Ja. Dus mijn grootste uitdaging was altijd geweest: waar halen we de mensen vandaan? Ja. En hoe gaan, we de, hoe gaan we deze groei in hemelsnaam. En manager? eigenlijk zat je weer in diezelfde modus. En, we, en ik zat heel snel, dus weer in diezelfde modus. En dat was heel goed om een beetje uit die dip uh, ja. te komen. Ja. Maar ja, ik had nog nooit meegemaakt dat um, door externe factoren. een markt je hele, stilvalt. Ja, maar ook, maar ook gewoon letterlijk je omzet van 1,6 miljoen naar nul ging. Ja. En um, ik weet ook nog wel dat. Uh, kijk, het allerergste wat je als uh, ondernemer in de digitale sector. kan uh, overkomen destijds. was dat iemand het wachtwoord van de server kwijt was. <laughs> He, dat, dat was letterlijk ongeveer een beetje het, het ergste wat, uh, wat er is. Inmiddels zijn er natuurlijk met allerlei data hacks. ook wel andere dingen bijgekomen. Maar. Toen was de, speelde dat nog een stuk minder. Um, maar nu was alles was fysiek. Dus uh, het maken van het product, het verkopen van het uh, ja. product, het karton wat we nodig hadden om, uh, om de verpakkingen te maken, stond in depots waar niemand meer, uh, niemand meer bij kon. Is, en, uh, ja en die initiële uh, schok was uh, heel heftig. En daar kwam voor ons nog één heel ongelukkig dingetje bij: was we hadden de stukken voor de BV, die waren al klaar. Maar we moesten nog naar de notaris toe om te tekenen. En dat was dus precies in die week, zeg maar, dat niemand meer naar buiten uh, mocht. En tegen de tijd dat dat allemaal weer op gang kwam, was het uh, 4 april. En de, de zogenaamde cut-off point voor al die uh, NOW-regelingen. Die ja. was dus 15 uh, maart uh, 2000, uh, 2020. Dus even naast het feit dat wij. Um, uh, echt van 1,6 miljoen naar nul gingen. En natuurlijk, het was ook nog geen omzet die binnen was. Maar ja, het is wel je hele business case die verdampt. Uh, kregen we dus ook nog geen steun van de overheid. Ja, en toen heb ik ook wel echt meegemaakt dat. Uh, en we zaten in onze eerste investeringsronde. Dus we waren bezig om geld aan het ophalen. Nou, alle investeerders verdampten natuurlijk ook als sneeuw voor de zon. Foodtrukse kocht. Ah, toen heb ik wel een paar hele bitse lessen over ondernemen uh, ja. geleerd. Ja. En uh, ja, ik had het geluk dat. Dat ik de verkoop van mijn bureau al achter de rug had, dus dat ik wat vet op de botten uh, had. Uh, maar goed, we hadden ook mensen um, uh, aangenomen. Dus ik had destijds uh, een oud klant aangetrokken, uh, die later ook aandeelhouder is geworden in, uh, in Karma Kebab. Uh, maar ik had ook twee oud personeelsleden inmiddels uh, aangenomen. Uh, en alle drie die mensen hadden wel hun baan opgezegd op, uh, op 1 februari om oh, per 1 maart in dienst te gaan bij ons. Wat een timing. Ja, en ik voelde me daar heel erg kloten over. Ja. En, uh, en ik ben een heel loyaal persoon. Ja. Uh, dus ik heb ook gewoon een paar maanden hun gewoon uit eigen zak uh, bedaald. Terwijl zij ook zeiden van ja, ik zou het echt snappen als je ja. hè, ons nu... Uh, ja. Uh, maar ja, ik, ik had echt zoiets van nou, we gaan wel kijken waar het schip stond. En waar is het schippig strand? Want hoe ben je die tijd doorgekomen? Um, nou, uiteindelijk, uh, nadat na iedereen van de initiële uh, schok um, is bekomen... ja, heel veel ondernemers zullen dit wel kennen uit die coronatijd... maar um, je bent uh, gaan... Um, uh, als ondernemer ging je toch aan. Ja. Uh, dus uh, op een gegeven moment, na, na twee weken, was de initiële schok voorbij... en dan gaat er gewoon een knop om en dan ja. ga je toch ondernemen. Bij Karma Kebab hebben we toen de tijd genomen om echt even goed de brand identity op te zetten. De website, we zijn toen een webshop gestart. Iedereen dacht, die zei je bent gek, want wie gaat er in hemelsnaam een kilo bevroren kebab uh, kopen? Maar het was ook de tijd dat je alles per box kon verkopen. Dus we hadden toen echt een hele gave, wij noemden dat de Karma Kebab Festival box. Dus we hadden een box gemaakt met een kilo kebab, pita broodjes, onze eigen saus in een receptenboekje. Zodat je kon uh, zien wat je daar allemaal mee kon maken. Uh, en dat had voor ons een dubbele, uh, eigenlijk drie hele belangrijke functies. Testen of mensen ons product lekker vonden. Ja. Uh, toch de eerste omzet maken. Ja. Uh, en aan investeerders laten zien dat uh, dit werkte. dat er markt is hè? en dat er ja. markt voor uh, was uh, dus toen zijn we een webshop gaan opzetten uh, toen zijn we toch uh, toen de horeca een beetje mondjesmaat weer open ging zijn we echt met een, een heel team uh, de straat op gegaan om naar nou, al die horeca-ondernemers, met name in Amsterdam Haarlem langs het strand uh, Utrecht zijn we naartoe gegaan om toch samples af te geven en te zeggen van hey wil je iets uh, nieuws proberen en daar hebben we toch wel de eerste vijftig horeca klanten uitgehaald mm. Uh, en toen hebben we ook nog een webshop voor, dus voor de Horeca opgezet, dat de Horeca het bij ons kon uh, bestellen. Dus ja, we zijn toch wel gaan ondernemen. En in het najaar ging alles weer dicht, dus toen moesten we weer iets anders bedenken. Toen hebben we Karma Kebab Delivery opgezet. Dus toen zijn we op Uber iets thuisbezorgd en Deliveroo zijn we aan de slag gegaan. Samen met die Horeca-ondernemers. Dus het heeft ons uiteindelijk... Ook wel veel dingen gebracht. We zijn een retailproduct gaan ontwikkelen. Um, ja, je moet je wel voorstellen, in de digitale agencywereld gaat alles snel. Hey, in, in digital. Maar in de foodwereld gaat alles heel langzaam. <laughs> en ik was dat niet gewend. Hè? Dus ik vind drie weken al lang duren. <laughs> maar een, de, de, de gangbare wijsheid is dat een nieuw retailproduct op het schap krijgen dat dat minimaal een jaar kost alleen al bij wijze spreken de ontwikkeling en dat soort zaken. Nee. En wij hebben dat uiteindelijk in vier maanden gedaan, nee. ook omdat wij voelden dat als de winter er weer aan zou komen dat er inderdaad het land weer op slot zou gaan. Dus ja, we zijn allerlei initiatieven gaan ontwikkelen om ook okay. te overleven. Ja, dus je hebt uiteindelijk bij je er doorheen gekomen. Uiteindelijk zijn we er doorheen gekomen en hebben we zelfs in 2020, in september, uh, toch onze eerste investeerders uh, aan ja, weten te trekken, ja, ja. Uh, die nu nog steeds aan boord zijn. Ja, ja die snapt natuurlijk ook hoe speciaal de situatie was. Ja, die snapt hoe speciaal de situatie was. En uh, de mooie anekdote daarbij is dat uh, ze waren, ze zijn zelf ook ondernemers, dus ze hebben zelf ook meegemaakt dat ze, ze hebben zelf twee bedrijven opgezet, ook verkocht maar hebben ook een keer uh, meegemaakt dat het uh, door externe factoren uh, fanatiek misging. Ja. Dus ze hadden ook gelukkig ook die, die ervaring en die ja. eelt op de ziel. Ja. Um, en onze andere investeerder, dat is wel een mooi verhaal, die uh, hadden het een keer gegeten in 2019 uh, op um, Into the Great Wide Open, het festival op de Schelling. Uh, en die hadden ons in de quote zien staan en uh, die hebben ons gewoon een berichtje gestuurd van, hey, we zagen jullie in de quote staan en uh, en we hebben dit product een keer op. Fantastisch. Uh, hebben jullie nog geld nodig? Nou ja, en, uh, ja. en twee videocalls uh, later uh, waar er zijn investeerd. Grappig, zo random week gaan. Zo ja. uh, karma, denk ik. Ja, ja precies. Ja, ja met zo'n naam gaat het vanzelf. Heb je die mensen weer terug aangenomen? Uh, nee, nee. nee, 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 nee. Eén, Die uh, hebben weer hun eigen pad. Die zijn ook hun eigen pad uh, opgegaan. En wij hebben toen ook echt een zeker een jaar met z'n drieën alles gedaan. Ja. We hebben echt het hele. We hadden, echt, we hadden toen vier, vijf mensen ook aangenomen en wat mensen, wat freelancers. Ook om echt. Nou ja, we waren gewoon een heel festivalteam aan het opzetten ja, 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 ja. en dat soort zaken. Ja, we hebben toen echt iedereen moeten laten gaan. En ja, ik had dat, behalve dat daar dus twee mensen ook bij zaten die ik zelf heel goed uh, kende en die eerder voor mij hadden gewerkt. Ja, ik vond dat als, als ondernemer uh, heel lastig. Ja. Ik had nog nooit mensen moeten ontslaan omdat het uh, financieel uh, niet meer ging. Nee, nee. 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 daar uh, dat wen je nooit aan. Nee. Nee. Waar staat het nu, Kamalke uh, Het staat nu uh, gelukkig een stuk verder. Um, nee, we hebben op dit moment een uh, eigen restaurant, in, uh, of we zijn eigen restaurants aan het ontwikkelen. We hebben al anderhalf jaar een uh, flagship in, uh, in Utrecht. Uh, we zijn een tweede locatie aan het ontwikkelen hier in, uh, in Amsterdam. Dus dat wordt meer een to-go-locatie. Uh, en de reden waarom we dat doen, is omdat enerzijds voor dit soort producten... Uh, het, het schap in de supermarkt verschrikkelijk competitief is. Ja. En dat je daar eigenlijk tussen de grote 5 FMCG-bedrijven... en ook alle goedgevunde buitenlandse vleesvervangers, dat dat echt een killermarkt is. Uh, anderzijds omdat wij vinden dat het merk Karma Kebab, ons product, en die festival-vibe... Eigenlijk gewoon het beste tot, tot zijn recht komt in, uh, op, op plekken waar wij zelf het product uh, bereiden. Uh, we doen nog steeds heel veel festivals. Dat is eigenlijk nog steeds de kern van het bedrijf. Afgelopen jaar hebben we zo'n 400 festivals uh, gedaan. Um, en die, die foodtrucks, de hele logistiek, alles eromheen... de mensen die in die karren staan, dat doen we allemaal zelf. Dat zit ook achter het restaurant in Utrecht. Mm. Uh, en dat doen we inmiddels niet meer alleen in Nederland... maar ook in België en een stukje in, uh, in Duitsland. Um, en we verkopen het product aan andere restaurants. Okay. Dus waar we origineel ook mee uh, begonnen zijn, dat hebben we ook uh, doorgezet. Dus Karma Kebab staat ook op de kaart bij partijen zoals Loetje of La Plas. Maar ook bij heel veel onafhankelijke uh, restauranten. En dat ligt ook bij wholesalers, zoals bijvoorbeeld Sliegro of Bitfood, kan je het uh, als restaurateur ook kopen. Um, en dat zijn eigenlijk op dit moment onze drie uh, kernactiviteiten. Uh, en we zijn op dit moment weer, uh, weer geld aan het ophalen bij investeerders. om, uh, ja, om nog meer restaurantlocaties te ontwikkelen. Restaurantlocaties? Ja. En ja, dus ja, wij noemen ze Festival Food Bars. Ja, ja. Dus het, 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 die, die festival vibe die iedereen kent en zo fijn vindt, die is natuurlijk heel fijn van april, zeg maar, tot en met september. Um, uh, maar wij, wij doen ook alle festivals vanaf Digital hier in Amsterdam, wat een beetje de, de opening is, tot en met ADE. Dat is echt een ja. beetje een van de laatste weekenden dat wij massaal op pad zijn. Um, en, maar je wil eigenlijk het hele jaar door dat merk laden. En je wil ook dat mensen. Um, he, dat vind ik nog steeds een van de meest lastigste dingen. Maar uiteindelijk de kans om jouw merk te laden in dat retailschap is heel beperkt. He, ook al ja. iedereen zei ook, he, jullie springen er echt letterlijk en figuurlijk bovenuit. Want we hadden een paars met roze verpakking, terwijl heel dat schap is eigenlijk best wel saai en groen. Mm -hmm. um, maar toch de kans om echt een. een een soort van brand experience te creëren in dat retailschap. Is echt heel moeilijk. En als er dan eens een keer mensen waren die teleurgesteld waren over het product, dan was dat eigenlijk altijd mensen die het thuis bereiden. Want mensen lezen heel slecht. Dus die bakken het net zoals vlees. Terwijl er op de zijkant staat, let op, niet langer dan drie, vier minuten bakken op, ja, ja. op middelhoog vuur. Ja. En die stoppen dan in van die kleffe pita broodjes van... Uh, ja, je kent ze wel, zes ja. voor 19 cent. Ja. En die gooi je er dan van die hele goedkope knoflooksaus op. Ja, dan, dan krijg je wel een hele teleurstellende ervaring. Ja. Terwijl uh, uiteindelijk op de plekken waar, waar wij het maken... met onze ja. eigen pita broodjes en onze eigen saus... en onze eigen brand eromheen... Dan ja, daar, daar creëer je een hele andere ervaring. Ja. En zo zijn wij eigenlijk vanuit die... Uh, en daarom heeft corona ons ook heel veel gebracht. Want die... Um, in de tweede lockdown zijn we dus met Karma Kebab Delivery begonnen. Uh, hebben we In tien steden in Nederland hebben we samen met lokale horecaondernemers... ondernemers uh, hebben we dus op Uber Iets thuisbezorgd en Deliveroo, hebben we die, um, die afhaalpunten gecreëerd. Ja, en daar hebben we zo onwijs veel van geleerd. Ja. Daar hebben we eigenlijk onze eerste menukaart uh, getest. Um, we hebben het merk geladen. We kwamen erachter dat... Mensen dus ook echt wilden betalen voor de gerechten met karma kebab er dus in. En uiteindelijk is, heeft dat de basis gevormd voor wat nu zeg maar onze restaurants zijn. Ja, ja, precies. Ik ga je het verkopen uiteindelijk? Ja, hier, hier is een uh, exit wel echt een duidelijk uh, plan. Uh, en um, de, uh, ja, we gaan het zeker verkopen. Uh, Enerzijds omdat je dan harder kan doorgroeien. Ja. Um, en zeker in de restaurantbusiness is dat wel echt nodig. Um, horeca, is, horeca is ook echt iets waar je ervaring in moet hebben. Ik durf wel te stellen, die festivals die begrijpen we heel goed. Ja. Uh, en Horeca daar begrijpen we ook steeds beter. Uh, maar Horeca zeker uh, op schaal en zeker met eh, hoe de huidige Horeca-business is, dan heb je echt schaal en een hele goede back office nodig. Om daar geld te verdienen. Dat kan zeker. Maar een franchise-formule zou je kunnen doen, toch? Ja, zeker. Dus we zijn nu nog op eigen kracht aan het bouwen. Dus we gaan eerst doorbouwen naar vijf eigen locaties en dan ja. gaan we franchisen. Maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel aantrekkelijk om of een investeerder aan boord te halen, die echt meer een soort strategische investeerder in um, restaurants is. Of inderdaad, te kijken naar bijvoorbeeld een restaurant company Europe, overigens ook van Waterland. Die dus echt um, um, een baaien beeld van restaurantformules aan het, uh, aan het maken is. Dus nee, zeker een, een, een verkoop ligt, uh, ligt de komende paar jaar uh, is zeker een van, uh, van de opties. Maar dat moeten we nog wel even doorbouwen. En wat zijn de fouten die je dan richting die verkoop niet meer gaat maken? Nou, één ding wat ik sowieso heb <laughs> uitonderhandeld is dat als wij verkocht mogen worden, mag ik letterlijk de volgende dag weg. En uh, dat is een tip overigens die ik van een van de ondernemers van de Vegetarische Slager heb gekregen. Die zeiden van: uh, uh, die had ook al een keer uh, zijn uh, bedrijf verkocht. Uh, destijds aan eBay, volgens mij. Dat was tweedehands.be. En die zei, daar heb ik ook van geleerd dat als ik ooit nog eens een keer uh, ergens een verkoop zou doen, heb ik uit onderhandeld dat ik gelijk mag weglopen. Dus ik heb um, uh, daarvan geleerd dat ik dat ook moest onderhandelen. Um, ik heb er ook van geleerd dat uh, ik niet altijd de CEO of de managing director moet zijn. Dus ik heb bij Karma Kabab ook bewust iemand anders op die plek uh, neergezet uh, die die rol uh, vervult. Um, maar dat gezegd hebbende ik ben er ook achtergekomen dat private equity waar we het eigenlijk net heel veel ja. over hebben gehad wel echt heel anders is dan venture capital. Hmm. dus dat dat, is, dat is, leg even voor de leek het verschil uit. nou ja kijk uiteindelijk private equity is echt het, het opkopen van bedrijven en die beter laten functioneren. venture capital is echt durfkapitaal. Ja. dus uiteindelijk zijn zij ernaar, zij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd om hun geld te laten renderen, maar het is wel echt op een andere manier. En, hmm. Waar je uiteindelijk natuurlijk bij private equity ervan uitgaat dat er he, weinig of geen van je deelnemingen om gaan vallen. Mm -hmm. Als, he, met, private, of, uh, met venture capital ga je er eigenlijk vanuit dat een dat, deel van je. Ja, een, uh, groot deel. een groot deel van je deelnemingen gaan ja, omvallen. Ja. En dat er een aantal echt heel succesvol gaan, uh, gaan worden. Uh, en ja, ik heb daar ook heel veel van geleerd met hoe je met investeerders moet omgaan, van wie je geld moet aannemen en wie niet. Uh, Wat de red flags zijn. Um, uh, hoe, je, hoe je zelf ook in de wedstrijd zit. Hè? Want uiteindelijk, of je nou je aandelen verkoopt aan private equity. Of je neemt een investeerder aan boord. Je bent in essentie toch je, je, je baas aan het uitzoeken. Hè, met wie je moet gaan samenwerken. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat zijn wel echt dingen die ik heb geleerd van, uh, van het avontuur van de afgelopen drie jaar. Ja. Ben je bijna net zo gelukkig als dat je was in de tijd van Friend of Mine? Uh, getting there. Ja, ja getting ja. there. Het heeft wel bijna vijf jaar geduurd, maar getting there. Dank dat je mijn gast was. Graag gedaan. En heel veel succes de komende jaren. Ga je in de gaten houden. Dank je. En uh, dank je wel voor het kijken. Dank je wel voor het luisteren naar nou, weer een prachtig uh, en eerlijk ondernemersverhaal hier op CVD-TV. Zoals ik ze zo enorm graag maak. En vind jij het nou leuk om naar dit soort gesprekken te luisteren of te kijken? Abonneer je dan op CVD-TV. Dat vind ik superleuk. Want dan wordt ons kanaal en ons platform weer groter. En zo bereiken we weer steeds meer mensen om te praten over het allermooiste wat er is ondernemen. Dank voor het kijken en dank je wel voor het luisteren. Hoi!